Goedendag, een prachtig plaatje vanuit de lucht, waarin we ook mooi weer die herfstkleuren kunnen zien die nu op veel plaatsen aanwezig zijn. En niet alleen dat, toch ook wel die donkere luchten, want het trokken ook vandaag weer een aantal stevige buien over. Tussendoor was soms ook wel wat ruimte voor de zon, maar over het algemeen toch wel een vrij wisselvallig weertype. Dat was een jaar geleden wel anders op 20 november. Toen kregen we veel van dit soort plaatjes binnen. Op grote schaal vroor het toen matig min 5 graden of lager. En daardoor kon of speciaal geprepareerde banen, zoals hier in Winterswijk, toch wel even kort geschaatst worden toen. Nou, dat is nu absoluut niet het geval, maar misschien krijgen we wel weer met fors te maken. en toch wel met een iets ander weertype in de loop van het weekend. Maar daar kom ik zo even op terug. Eerst hebben we nog te maken met een lage drukgebied, wat ons weerbeeld bepaalt regelmatig buien, maar tussendoor ook wat droge momenten. In de nacht van dinsdag op woensdag tijdelijk wat helderder, waardoor het dan ook flink kan gaan afkoelen lokaal dus dan wel mogelijk die vorst. In de dagen daarna dan gaat de stroming langzaam draaien richting het noordwesten. Een hoogdrukgebied ten zuidwesten van ons, een lage drukgebied ten noordoosten en daardoor krijgen we toch tijdelijk wat ander weer. Dat zien we ook mooi terug op het 850 hectopascal niveau. Dat is op anderhalve kilometer hoogte, de temperatuur. We zien dat de kou voornamelijk in Scandinavië aanwezig is al een hele tijd. Vorige week werden daar op grote schaal temperaturen onder min 20 graden gemeten in de nacht. Dat winterweer staat dus wel echt aanwezig. En ook nu is dat nog wel het geval. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat hoge drukgebied ook goed terug op de oceaan. Die bouwt daar eigenlijk een kleine blokkade op. En daardoor kan de stroming bij ons richting het noordwesten gaan draaien, waardoor een deel van die koude lucht mogelijk ook even in Nederland terecht gaat komen. Echt winterweer gaat dat nog niet opleveren, overigens, maar het zou wel kunnen dat de buien die meegevoerd worden toch een wat winters karakter krijgen met korrelhagel en misschien in de hogere delen ook wat natte sneeuw. Dat is nu absoluut nog niet het geval, want in de nacht van maandag op dinsdag is het toch wel vrij zacht met temperaturen tussen 6 en 9 graden. In de zuidoostelijke helft, daar is ook kans op wat mist, maar in de loop van de nacht trekken ook weer buien van noord naar zuid over het land, waardoor die mist dan langzaamaan weer oplost. En morgen overdag is het dan vrij vriendelijk. We hebben een mix van wolken, zon en enkele buien. Waarschijnlijk de meeste zonuren voor het noorden van het land. En de temperatuur ligt zo tussen 8 en 10 graden, met daarbij een overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. Woensdag, de dag van de verkiezingen, ja dan is het toch wel vrij guur hoor, kan ik wel zeggen. In het oosten van het land een graad of 5, in het westen dan wel een graad of 9. Maar de wind is overwegend matig van kracht en daardoor kan het toch wel een paar graden kouder gaan aanvoelen. Met name in het noordwesten is daarbij dan ook nog wel kans op een druppel regen. Donderdag, dan wordt tijdelijk even wat zachtere lucht aangevoerd en is het een graad of 13, maar nog wel overwegend droog. Maar vanaf vrijdag, dan gaat die wind dus langzaam draaien richting het noordwesten... en kunnen die buien dus wel tijdelijk een wat winters karakter gaan krijgen... Overdag nog maar een graad of 7 à 8 en in de nachten ja, dan zou het zomaar weer eens kunnen gaan vriezen. En dat zien we ook goed terug in de temperatuurpluim. Eerst is dus nog die zachte donderdag, maar daarna wel die dalende trend. Zien we steeds meer leden, ook van het Europese weermodel, die dan toch wel met opties tot nachtvorst gaan komen. Maar helemaal droog gaat het daarbij niet blijven, want met die noordwestelijke stroming kunnen dan toch ook wel regelmatig buien worden aangevoerd. Maar daar gaan we in de tiendaagse weersverwachting van komende woensdag verder op terugkomen. Tot de volgende keer.